Ik ben Luc Lippels. Meer dan 40 jaar ben ik actief als coach, counselor. Ik heb gewerkt met individuen, met groepen en we hebben een eigen opleidingscentrum gehad. We zitten nu in een transitiefase. Dat wil zeggen, we zitten in een overgang van het ene bestaande werk naar het nieuwe werk wat we aan het creëren zijn. Werken met groepen hier in de Dordogne in Frankrijk. Ik wil vandaag echt even stilstaan bij een heel gewoon iets. En eigenlijk met de vraag, hoe ga je daarmee om? We hebben allemaal wel problemen in ons leven, grote of kleine. Maar hoe ga je om met een probleem? Wat is jouw patroon daarin? Vlucht je ervoor weg? Steek je dus jouw kop in het zand? Wil je het niet zien, wil je het niet horen? Of ben jij iemand die er tegen gaat vechten? Ben jij een vechter? Wil jij het probleem hoe dan ook opgelost hebben? Of wijs je daarmee met je vinger naar de ander? Of ben jij iemand die bevriest wanneer het een probleem heeft? En bevriezen wil zeggen, je raakt als het ware verlamd. Je weet je geen raad meer, je weet geen uitleg meer. Geen uitweg weten, dus geen uitzicht weten, betekent dat het stagneert. Waar het nu vooral om gaat is, durf je het probleem aan te gaan? Durf je naar te kijken? Even het probleem helemaal te worden? De Engelsen zeggen het zo mooi, go with the flow. Durf je werkelijk het probleem te beleven, te ervaren en te luisteren naar de boodschap die eronder zit? Want elk probleem, hoe vreemd je het ook vindt, komt jou iets vertellen. Een probleem daagt je uit om te groeien. Een probleem wordt je gegeven. Dat is ook zo'n mooie uitdrukking. Het zijn sterke schouders die dit allemaal dragen kunnen. Dus besef, als je probleem op probleem krijgt, betekent dat er heel veel uitdagingen voor jou liggen. Uitdagingen waar jij mee dient te dealen. Mocht je nou belangstelling hebben om eens met ons samen te kijken naar jouw probleem en hoe je kunt gaan, go with the flow, kom dan naar een van onze themaweken die we vanaf het najaar hier in de Dordogne gaan geven. Je bent dan van harte welkom.